klein nieuwsje over het parlement, of groot nieuws, het is maar hoe je het bekijkt, want er was wel een en ander om te doen. De plaatsen van de parlementsleden blijven uiteindelijk onveranderd. De voorbije weken waren er berichten en ook echt wel gesprekken over een plaatsverandering. Sommige partijen waren ongelukkig met die middenbeuk bijvoorbeeld, wilden als één groep samenzitten. In een bepaald scenario zou PvdA ook in de rechterblok belanden bij het Vlaams Belang. Wat vreemde situatie. Maar we horen nu bij N-VA, een van de partijen die vroeg om die verandering, dat het toch niet doorgaat, dat de zaak is beslecht, dat iedereen op zijn plek blijft. Het blijft dus zoals we het al lang kennen, van links naar rechts, ja, zoals tijdens de Franse Revolutie eigenlijk al. En op die manier ook voor iedereen overzichtelijk. Als er alsnog een partij is die dit wil agenderen of veranderen, dan gaan ze dat zelf moeten uitleggen.